Ja, hartelijk welkom hier vanaf Help Mekaar College in de archief van Johannesburg. Dit is die eerste spanne wat mekaar die strijd aan sy Help Mekaar College teen die besoekers. Hoërskool Dr. J.G. Jansen. Hierdie beloof om een riller van een wedstrijd te wees. Glo my vry. Die span van Hoërskool Dr. J.G. Jansen. Kijk maar gerust uit vir nummer 7. Wesley Noot. Kribbe week verlede jaar gespeel. As ook Dylan Swart wat eindelijk een loskakel is. Wat hem vandaag bevind daar in die nummer 12 trui. Grand Combo spelers is Franco Inslin. As ook Jason Greger is. So dis die manne om dop te hou. As ook Brendan Becker daar in die nummer 2 trui. So twee spelers definitief om dop te hou. Help Mekaar College wel, dat ook een hele paar sterren, ook een opwaartse curve wat hulle toon. En kijk maar gerust uit vir Tian Botha. Hy het verlede week die record opgestel, 9 uit 9 skoppen, die meeste deur enige speler in die Help Mekaar sy eerste span. Marco van Stade met die bijnaam Stats, hy is ook die hoofseen daar op die nummer 9 trui. So definitief manne om voor dop te hou. Die gaan een riller van een strijd wees, Alvin Hollenbach. Ja nee, bye bye Johnny, bye dankie Johnny. Kijk dit nie so, hierdie manne kom nou uit. Met vaart, met mening, jy het genoem, hierdie wedstrijd gaan baie, baie inhou. Twee spanne wat opwaartse kurwe beleef op, in hierdie stadium van hulle seisoen. Dus kyk, het gaat daar die plaasvervanger van die kant van J.G. Jansen, Brendan Pienaar. En dan ook kyk uit naar Anton Potgieter en dan Robin Alexander. Die kant van Help Mekaar College, André Stroys en dan ook John Slabbert. Wat ons oogie gaan moet uitleen daar. Dus kijk die skade, skade gaan mal nie so by Help Mekaar College. Ek het landlaas dit gesien, Johnny, kyk net die tonnelkie. Ek denk dit is omtrent so iets wat 60 meter lang. En die kommie manne van Help Mekaar, die trots is hoog. En is op die boors, he. Prachtige skoe daar so deur die kameramanne. Kijk daar is die kaptein. Uitdraag aan die kant van Help Mekaar College. En so Jansen van Vieren. Ja, kijk net daar, dit is lekker opwinding hier. Die geest is fenomenaal. Revenge het vond lekker vermaak hier. Hier was een vermaak uit die boonste rakke, uit letterlijk en figuurlijk. Mensen met mooie handsakkies wat ook hier rondloop en so. So hier is rechter een fenomenale geest wat heers hier op Help Mekaar College. Natuurlijk die span wat verlede week afgerig het met HTS Middelburg. 63-27 maak verstaan dat die telling so'n beetje vleiend was eindelijk in haar wedstrijd. Want het was tot so 10 minuten voor die einde was het eindelijk nabij aan mekaar geweest. Ja nee, Help Mekaar wat daar nie doodsnikke, kan ek sê van die wedstrijd, laatste 10 minuten. 4-3 gedruk het, so ja, hierdie strijd, gaan het titanische strijd wees, Johnny. Maar die mense is in afwachting, meeste van hulle ook saam met die span gereis, daar saam met Dr. E.G. Jansen, skeisregter meneer Edwin Nel, wat hierdie wedstrijd gaan behartig. En hy sê hier vir E.G. Jansen, leentheid vir julle om af te skop, prachtige afskop. Baie goed beheer daar van die afskop af door Michael Amiras en onmiddellik afgetrek. En strafskop die behoort aan Help Mekaar sy eerste span. Hierdie Michael Meeres wat die bal beheer het, elke week nog te disver, verstaan ek, hy was speler van die week. En kan jy geloof, die speler is ook deel van die afloosspan. Ja, wat? Een slot wat deel van is van die afloosspan. En hy is lenige lang kerel. So, dit gee groot tree, denk ek, Tony. Maar ja, is geleentheid vir Help Mekaar om in die gebied te wees van Dr. J.G. Jansen. O, Trikkie Rikkie wat die bal ingooi, dis sy bijnaam daai. Kan ook goed aftrap, verstaan ek. Nou die voorspelers, allemaal word afgrond toe geplik. Die skeidsrechter sê Marco van Staden, jy kan met die bal uithaal geef wat Tian Botha. Prachtig wat daar ingesny. Stekende werk neer Frans en Weideman, vinnige bal wat gesoek word. Dis wat Help Mekaar kry, nou in die achterlijn af. François Jansen van Vieren, dit is Zach Bonzaier en ongelukkig is het François Skol vir daar die bal aanslaan, dis ongelukkig. Het stiek in die loopie daar so dier Zach Bonzaier. Ja, nee, nee, kerels, nie so vroeg nie. Maar, Johnny, dit het begin by die ons 16 wedstrijd vandag. 15, kom eens op. Maar hierdie skeidsrechter ken vir Edwin Nel, hy gaan nie enige moeilikheid vat van die spelers nie. Okay, so official originally penalties against one. I'm gonna turn it around for 15 running in. 15 and in. Check, guess that's pretty good. 15. So sprong like jy het goed begin, Rosso. Alright, jy luister gou vir my. Sprong jy het goed begin. Okay, so penalty is teen jou.
Ek gaan die penalty omdraai, want die hardloop van agteraf in en kom steur daarso. Alright? So die penalty word omgedraai. Original penalty was against one. I'm going to turn around for 15 just coming in there. Johnny, kom on. Die skeidsregter baie mooi verduidelik het en ek hou daarvan hoe hy verduidelik. Ja, nee, kyk. Jy het dit begin en toe draai ek dit om. Precies, die reg. Dit is die reels. Jy kan nie dit doen nie en hy moet vroeg tydig die reels neerlê, Johnny, en wys, hy gaan nie enige nonsens vat vir enige speler. Sy stempel so vinnig as moontlik af. Dwing op hierdie wedstrijd. Jy is 100% reg en nou weliswaar nie in die gebied van El Pekari, maar die bal wat uitgeskop was deur Aurelio Philander. En die trein wat ook baie na mekaar lyk, nê? Ja, so van ver af, ja. Die mense sit ook van ver af. Oh, kyk jy daar, van buiten af in en dit is nie nodig, man. Ja, as een pad kies daar. Hulle wil nie betrokke raak, die. Lijst aan besin wat gewin word. Die basisse dinge word recht gedoen. Nou werk hulle met die bene. Dit is hoerskoot J.G. Jansen nog steeds. Kijk hoe loop hulle met die pak voorspelers. Want. Nou die teendrijf van Jelp mekaar. Maar daar is al reeds meters gewin. Dit is omgekeerde besit, lyk het my. Hart in die kant klein. Die bal is nog steeds binnenspel. As Marco van Staden om uit te haal. Dian Botes. Word binnenkant toe afgetrap. Op die middellijn waar spel nou plaasvind. Weer verder gedemoneer die voorspelers. Marco van Staden wat skoonmaak. Botes. Lang oorslaan aangee. Jansen van Vieren, hij is hierna besijden, uit besijden, dus hij in die kantlijn wat gaan win. Ja, van help mekaar met die bal ligje. Hij wil toets die verdediging, die punte van Dr. J.G. Jansen. As ons kyk daar so, ja, die rechter vleel, Talen Kotse, het kom werk doen. Maar hy goeie verdediging daar. Ja, mannen van help mekaar, wat mooi die bal in hand hou. Udrihakker. Johnny, ek hou van hierdie geest van hierdie plek. Ja, is wonderlijk, hè? Is de, ek wil so my tokse aantrek, my stevels. Dan kyk of ek oor, hoe soos hulle sê, run op twee kan kry daar. Dan loop jy op twee. Bietjie oorgooi, Rikie. Die ene kut sê, maar die ingooi hier in hierdie lijn staan. 46-9, dit beteken is aan die middel rond. Achter rond, jammer. Oh, mooi kijk hier, nou werk de weer met die benen. Dit is wat goed om te dusver die pak voorspelers van J.G. Jansen. Help mekaar wat hier sal hulle keer sal moet ken die teen die kant. En kijk naar die aangee uitstek en nou die achtste man Zander de Toei wil die verdediging uitvoer. Backwards. Achtertoe sê die scheidsrechter, maar nog steeds J.G. Jansen met die bal in die hand. Dit buiten die kwart gemeen waar spel nou plaasvind. Steeds met bal besit in die hand, Kaal Potgieter lang oorslaan. Aangee daarna, Swarts hier na Gerrin Morris. Morris Krimineane, oor die hoorkant. Helen Kotse, kom binnenkant toe, stamp een man daar af, Dwayne Bloem. Stel die bal mooi beskikbaar, die bal wat los spat, maar is vast in een van die mannen zijn benen. Jason Gregory wat toen kom recht maak. En nou moet hij los, lijkt ons eens omgekeerd, we zitten hier van jou op elkaar. Dit is wonderlijke besit hier, als Marco van Staden naar die bal voeren toe skop. Wordt achterna gesit daar door Philander, hij is heel achter, Aurelio Philander, als baie werk voor hom hier achter. Die mannen wat ook kan helpen, kom vast in een van die elkaar mannen. Nou kan hulle verder speel. Lekker loop hier daar in die kant. En nou wonderlijke rugby. Ons het dit verwacht van meet af. Nou weer van de skoen gemaakt door Marco van Staden. Nou het hij onder zijn voorspelers Alex Skudder. Voordeel voor help mekaar. Binnen die kwartgebied nou. Frans Weideman lang aans gee. Aan die heel achter Boonzaaier. Boonzaaier. Steeds hij met bal besit in die hand. Hulle soek nou vinnige bal van Staden. Hij krijgt een Weideman. Weideman weer aangee. Krijg hier vir Ricardo van de Merwe. Van de Merwe. Nog steeds van de Merwe. Van de Merwe. Ze binnen zijn de hoor. En daar is hy bijna met Strikkie Rikkie. Ja, jy sien hoe... Ja, dit is Frans Weideman wat teruggebring word. Hoekom, denk jy, Johnny was daar nie toegelaten? Precies. Sek obstructie. Sek obstructie geweest, ja. Ja, Edo Nel wat een goeie wedstrijd het zover. Maar hy moet ook bijhou. Hier is een wedstrijd wat jou longe gaan laat brand. Kijk daar, ja, baie hoog, baie hoog. Oh, dit is, is Roan Swaar daar, wat bietjie hoog ingegaan het. Maar as die emoties wat nou tel. Lijn staan besit, dit word gewend daar door die achterman Zander de Toei. En as help mekaar nou op die aanval, net kwart van die doellijn. Bal wat omgekeerd is, kan jy genoeg in die duikslag, dit is een stekende werk. Lijks is Wesley Nooth daar. Nou Jason Gregory, soek vir Potgieter, hy kry vir Potgieter.
Hy bal wat uit gaan wat uitstekende skop, 'n groot verligtingskop hier. Goeie skop daar deur Potgieter en so Potgieter se broer wat vir die Valke uitdraf op loskakel, so dit is in die familie. Man is gebore met 'n goeie skopskoen en visie. Ons kan sien daar is ons nog nie baie tussen hierdie twee spanne nie. Nou, die windjie wat nou lekker begin aan waai as Michael Ameras daar die bal gewen het en nou die lijn staan, is het nou Jansen van 4 in wat al grond toe gebring word, die buiten center, weer vinnig opgetel weer van Staden. Heel achter, Bonzaier wat die bal ongelukkig aanslaan en standbal besit af. Daar was jou die hantering wat een bietjie skibrek lei daar so, die hantering wat is vroeg in die wedstrijd, 7 minute, nog nie baie hanteerfoute gesien het nie, maar jy kan nie die bal aangeen die achterkant, Johnny, jy vertraag die vaart en ongelukkig kon hy nie daai bal bemeester nie. Twee hanteringfoute aan die kant van Help Mekaar. Hy skare sit hier genaal. As genaal, Johnny. Sit. Hy kan nergens in gaan nie. Hy het hulle aansakkie saamgebring vandag as Jason Gregory me optel, is eindelijk die aaste man, Enslin, is dit die man langsom, hy soek die aansluiting, dan krijg die verkeerde man daar aan die handen, maar weer Enslin wat hom in die handen krijg, is een strafskop hier vir Help Mekaar. Hier wat ek gesê het, ek dink die trui is te na mekaar, Johnny, maar nie te min, speler van die buitenkant daarso, dit was skotse gewees, hy was net sy lijn gehou het, en hy het binnenkant toe gekom, as ons kyk daar, na die kyk weer, uitstekende loopie, hier Enslin, Frank Enslin. Ja, dat was hy uitstekende loopie, hy is 100% recht, hy kon net nie sy manne daar vind, hy voor die bal gewees, strafskop, en kyk dit waar bevind, Help Mekaar alweer binnen die kwartgebied. Ja, baie goeie werk, en dit is die wind wat in hulle seile is. Goeie skop daar. Van de Merwe, wat hierdie keer nie sy springers vind nie, kom weg daarmee, Dean Coetzee. Weer Gregory, nou die achterlijn af, baie van die manne wat mooie rechtheid maak daar, Wesley Noot. Ja, natuurlijk Kruiver, die ek ook gespeel, so hy is baie ervaren, na die strafskop vir EG Jansen. Op die verkeerde tye, wat die Help Mekaar strafskoppe afstaan. Philander, die heel achter, uitstekende lijnskop. Dit is teen die wind, Johnny. Hulle hem net vastbuit, hulle gaan draai, maar kyk hier die goeie loopie, daar dier Wesley Nooth, het al baie sy naam genoem, maar is die tackler wat eerst die bal sal moet los, en strafskop aan die kant van EG Jansen. Stuin? Baie mooie gerank in die lijn staan, hulle is baie goed hiermee, dis EG Jansen om te werk met die pak voorspelers van hulle, nou gaat die keerkosie van Help Mekaar sy kant af, nog steeds drijf hulle tot binnen in die kwartgebied waar spel nou plaasvind. Dis ook een voordeel hier vir EG Jansen, strafskop vir EG Jansen, van die kant af, dit mag jy nie doen nie. Ja, hier is een geleentheid vir EG Jansen om dalk die kantlijn op te soek of, dis te ware punte op die telbord te sit. Lyk vir my, hulle gaan kantlijn toe, Johnny. Ja, die manne, hulle vertrou hulle vaste facette, hulle vertrou die ingooie. Richard gaan achter hoor. Van Dean Coetzee. Ja, dit is die waar die oortreding begaan is. En ook, hulle is baie goed met die drijfmaal bewegings en hulle vertrou dit. En as hulle dit hier kan recht kry, sal daar punte wees. Ja, EG Jansen wat spog met hulle 100% slaag, sy wil in die lijn staan en 50% vir. Help Mekaar. Coetzee besluit om achter te gooi, dis skeef. Hoe kom wil jy achter gooi? Ek gaan het nou sê, jy het hoeveel keer het genoem. Jy is in die 22 meter van jou opponente, 15 meter weg van jou en nou wil jy achter gooi. Hoeveel keer het ons nie gesien dat dit nie in die hand gaan van jou spelers, dat jy fout begaan en die spelers die jou opponente kom uit hulle gebied uit. Oor en oor en oor sien ons daar die prentjie afspeel. Jy kan net so lekker drijf, een voorbal of een middelbal. Maak nie seker jy hou jou bal. En vir alles die windjie so pla. Maar nou nie te min kans hier vir Help Mekaar om weg te kom uit hulle gebied het. Marco van Staden met die vaste skrum voor. Skeidsrechter sê strafskop vir EG Jansen. Nog een geleentheid. Ja, groot skram dier die vaste vijf. Sê die skeidsrechter onder druk. En hy het opgekom. So gaan hulle nou weer
die lijn skop of we gaan eens een keer kijken voor palen. He, ons zoek die lijn op. Als Philander wat nader geroep wordt, Aurelio Philander, heel achter van die span. Okay, wordt toevertrouwd met al die skoppen. Ja, maar die belangrijke deel is, ons, ik hoop niet ons zien wie achterbal net, Johnny. Ik hoop het geleerd uit zijn fout uit Dian Coetzee. Lijkt zoals de achterbal, lijkt maar voor mij zoals achter of middel. Hier is achter, ik het hem opgeteld al. Hij is baie beter, nou gaan we drijf met die spelletje, maar dan gaan we grond toe. Prachtig wordt al recht uitgemaakt, dus die doelijn wat winkie voor die bezoekers. Scheidsrechter staan daar. Fijn, dat je een arm opgaat. Een arm opgaat, omgekeerde besit hier aan die kant van Alpekar. Mannen wat al opgehouden spelen, dit moet je doen, je moet al nou speel voor alle jong mannen daar buiten. Hans Kesterretter wat beslis, hy het voor hem toe beweeg, bal voor hem toe geneem, ingooi in die vaste scrum, behoort aan help mekaar. Dat is nou twee, kijk hy omkeer besit, vier in die grens van help mekaar en hy tweet in vir EG Jansen. Goeie werk daar so, dier die loskop stit. Sorry, ek nie aan arm op die bal gesien. Geiser. Het hem so gehad. Johnny, twee geleentjere gehad om punte aan te teken, het kon al 6-0 gewees het, as jy die palen gekies het, maar die man is avontuurlistig, hulle wil die bal lig gee. Set. Ja, skram is nou vir help mekaar. Als een ster skram weer eens deur EG Jansen. Dan is toch help mekaar wat hiermee weg gaan kom, besluit om te achterloop hier van hulle doen en laf. Dalk net in een betere positie vir Tian Botha sit. Aan Botha het besluit, ja kom, ek gaan soek die kans uit op hy gebruik die wind uitstekend. En help sy man uit die moeilikheid uit. Ja, daar was een groot, groot skop, Johnny. Jaag die bal al die pad terug tot op die halflijn. Dit is wat jy wil hê, sodra die moeilikheid is, jy wil 'n speler hê wat die bal 50, 60 meter kan skop. Ek kies hom eerste. Weer die aandag by Dian Coetzee met die ingooi in die lijn staan. 9 is weer achter, ek hoor hom. Ons hoor hom elke keer, hy is hierdie keer gewin. Gregory uit na Potgieter, of nie Potgieter, het lyk soos Roan Swart met die nummer 6 op die rug hier van EG Jansen. First one in, Sof, nou los naar 4, meer counter. Skeisritter sê, daar was die fout daarmee nie, maar die besit nog steeds van EG Jansen. Aanslaan daar, in die losgemaal, ingooi, behoort aan EG Jansen. Ja, dat was goeie werk, die help mekaar sy losvoorspelers. Die mannen gepla op die grond, Skeisritter sê, is recht, ek is aanspeel. En ongelukkig te hulle aanslaan begaan daar. Lekker curry en rys word geëet daar. Koue wintersdag. En so by help mekaar college. Ja, die mense het hulle handsakkies saamgebring. Pragtige handsakkies. Baai. Mense het lus om hardloop rugby te sien, Johnny. En as ware so ver nog nie teleurgestel nie. Oh, weer uitstekende vaste skrum. Hulle kan dit daai 1.5 meter. Nou hierdie man, Philander wat in die agterlyn kom aansluit, skoppie voor toe wat hy self agterna sit. Die bal wat laat spring word en so byna is al pere, so byna is al groot moeilikheid. Maar die kantlyn wat daar so, C4. As jy sien, Relio Philander wat lyk na opwinnende heel achter, Johnny. Daar is Kalfootgieter wat palig skop, dit is die loskaker, maar hierdie is Relio Philander. Help mekaar wat hier die bal uitkry in die lijn staan, net buiten die kwartgebied nou. Nou mag hulle nie direct uitskop nie, maar het werk toe met die voorspelers. Nog een fase wat hulle probeer opstel, Franco Inslim wat nie daar by sy man by mekaar kon maak nie. Steeds help mekaar met die bal in die hand, nog steeds werk toe met die voorspelers. Skeisretter met sy hand uit voordeel vir help mekaar. Skop hier voor en toe, van wie gaan hy rechts breng? Van help mekaar so bijna daar van Frans Weideman. Maar die skeisrechter wat hulle allemaal gaan terugbring vir een strafskop. Steekskop is wat amper vir hulle werk. Maar ja, soos jy genoem het, die gebiedsvoordeel 50-50. En aan die bal besit, op mekaar wat die meeste van die bal besit geniet, 63%. Kijk, ach, goeie lijnskop. Prachtige lijnskop. Soos sê het, hulle die wind in hulle seile, hulle moet het gebruik. Ja, vruchters. Kopje een beetje zacht daar. Ja, hier is een geleentheid voor Jalpenkaar zijn eerste span. Ingooi, Ricardo van der Merwe.
Sluit om achter te gooien. Zander de twee wat geramd werd voor hom. Fase wat opgesteld wordt door Jean Engelbrecht binnen die kwartgebied. Marco van Staden. Rijver Boot is binnen toe aangeen naar Frans Weideman. Als het hier komt kans voor hem nu wordt platgetrekt door Dian Coetzee. Opties aan beide kanten voor Marco. Dan besluit hij, gaan hij met die voorspelers. Bietje achter die rug van die mannen. Stel zijn mannen onnodig onder druk. Dan gaat hij toch weer in de handen krijgen van Staden. Daar aan die oerkant. Ricardo van der Merwe, Ricky, Tricky, Ricky. Ik zie nu kom. Ik zie nu kom. Hij man kan goed aftrappen. Roll 5. Vijf minuten wegrol. Doen baie goed. Eugene Maritz. Bietje recht op maar. Hij doet toch goed. Okay. Woeste gesproken, maar hij bal bezit als boot is om een skopje voor hem te geven. Wie gaan de rechtsprong van jou elkaar? Nog die gevaar, nog die van Bini. En hij valt het door zijn voeten. Rock. Kan het even Christian Besuit nou daar aan de handen krijgen? Nie. Maar nog steeds op elkaar. Achter toe niks daarmee fout. Die losbal daar maakt zaken van onnodig baie moeilijk. En dan gaan het terugkomen. Geleentheid daarmee in voor jou elkaar. Die vlag is uit, Johnny. Als we net kijken naar die scheidsrechter, of hij dit ziet nou. Oh, kijk naar die geest. Kijk naar die steekskoppie. Oh, wat opwip. Ongelukkig. Een steen in de loopie daar so van die twee centers wat nie mekaar vindt. Die Frans Weideman. Die tal voorbij gehaard het. Ja, maar het is opgeglijd. So blij penalty. Rich, waar is hij? Right. Dus high tackle. Ja, gevaarlijke duikslag. Geleent het hier voor help mekaar, besluit niemand steeds af voor Tian Boetes. Sien al voor Jean Engelbrecht, kom ons stuk hierheen en ons, kom eens vat hulle daarvoor aan. Precies wat die mannen nou doen is Engelbrecht een fase opstel. En Staren wat kom skoonmaak, hy kry vir Boetes. Nou word daar recht uitgemaak, hier is probleme en dan is daar probleme aan die kant van help mekaar, want hulle help nie mekaar in hierdie verband nie. Hier Johnny en ongelukkig. Al mekaar wel eigen geleentheid, maar ik wil net weer terug gaan. Dit is weer een strafskop. Tref afstand in die spelers waar het niet vat. En as jy kyk, daar is 6 keer fout aan die kant van help mekaar en een van Jeffrey Hansen. Maar jy het een geleentheid om punt dat teken. Ons weet hier die twee spanne. Een spanne wat goede wedstrijd gehad die afgelopen paar weken. Het gaan een tawe strijd wees. Vat jou punten, kom weer terug en speel weer in die rechte aardes. Bye. Sit. Nou, geleentheid voor EG Jansen om weg te komen uit het gebied uit. Precies wat gedaan wordt door Potgieter. Geen werkje achter vir die manne. En zo bijna wordt ik en Alwin hier uitgevat. Hij wou wat recht die op ons is. Ik was bezig om te schrijven hier, waar precies wat er gebeurt. Vlieg mij. Waar voornaam treedt af als ik schrik. Zes weg! Zes weg! En goede lijn staan behoort aan Ricardo van der Merwe. Lijn staan besit so'n bietjie slordig, maar hy gaan toch aan die kant van elk mekaar uitkom as van Staden om weer uithaal na Boetes. Boetes na Weideman, binnen toe aangee hier dat Jansen van Veren. Goeie positie om in aan te val. Kijk nu daar, binnen die kwartgebied kan beide kanten toe aanval. Goeie bal besit wat van Staden weer hier krijg van ander richting. Hy krijg vir Marks. Marks wordt daarmee binnen en dan Marks op hemzelf verlaagd. Het is een man wat in het zijn arms kan loskrijgen. Wie kan je het woord vertellen aan iemand? En nou is het Ricardo van der Merwe. Wat een geleentheid is daarmee in. Johnny, Johnny, hulle doen al die harde werk en ongelukkig die hanteerfoute wat weer eens kop uitsteek hier so. Kijk net hier die prachtige loopie deur Marks. Wijs die bal. Duikslag wat niet uitgevoerd wordt nie. En dit is een skoon lijnbreek. Hij bal wat net uit een baie goeie verdediger, maar geduld wat niet aan hulle kant is nie. Nou, geen krediet ook aan Talen Kotse. Uitstekende verdediging om sy handen om die bal te kry. Nou, gebiedsvoordeel is maar so 50-50 op die 57 10 oor 42. Die regte span wat die boot invoer daar nie. Nou, geleentheid hier vir EG Jansen. Skeidsrechter sê, kom eens doen na julle spulletjie weer oor. Ja, reg het smeer. Ja, ik denk die help mekaar wat niet geduldig genoeg is nie. Johnny, hulle probeer elke keer drie druk as hulle in die bal vat en dit gaan nie gebeur nie. Moet fases opzet en so doen het druk bou. Bye. Set.
pragtige skoot van hierdie vaste skrim. EG Jansen geleed het om hier weg te komen. Skrimskalke wat homself onnodig onder baie druk plaas. Skeidsregter is daar. Daar sê ja, dis die strafskop. Hou vas aan die bal. Nog een geleentheid vir Elpmekaar. Kijk, ons kyk wat Elpmekaar nou gaan doen. Gaan hulle hierdie geleentheid gebruik om op die telbord te komen of gaan ons weer uitskop? Ja, nee, ek is amper seker. Nee, het is een tikskoppie, Johnny. Ja, dis weer daai man, John Engelbrecht, wat al aan die voorpunt is van hierdie tikskoppie. Engelbrecht krijg daar die bal weg, dis uitgewerkte beweging, maar Miras, Miras gaan Hoordijk, is hy daar so bijna, bijna, ai, 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 nee. En hy bal verloor. Ach, nee, jammer, verdaan, maar ek kan het nie geloen nie, hulle doen al die werk. En weer eens 5 meter voor die lijn, is die laaste strek om hy 3 te drukken. Ja, ongelukkig, maar meer is soos jy sê, die langlenige aflos hardloper, wat nie die bal kon beheer nie. Maar nog een geleentheid wat verloren gaan. Kalt. Baai. Set. Ja, nog een geleentheid van EG Jansen om weg te komen met hulle gebied het, maar die vaste skrim wat daar heeltemal in mekaar stort op hierdie stadium. Dit is waar ek en Alwin natuurlijk onszelf bevind, is een lekker wintersnamiddag hier. Ja, nee, die windjie het nou opgesteek, die sonnetjie is, asof hy, as jy in die koelte sit, dan voel jy hom. Jy jou parkas aan, dat jy gaan jag onlangs. Ek in die leeuwboer. Jy in die leeuwboer, wat is het Christoffel, wat is nou? Ja, ek was die afrater natuurlijk van nummer 15 span. Nou, dinge wat maar net nie wil vlot daar aan die vaste skrim nie. Kom aan die kant van die skouwer af, en jy dieper bind. Lekker. Right. In die gang kom daar aan die Johnny. Wat gewees, Andy? Hy is gister wat ons sommer nou africhter ook speel. Hy sê vir die mannen precies hoe hulle moet skrim, hoe hulle moet skrim. Ja, maar het was nie ook in die vorige wedstrijd, wat ook hier by die 25 minute, waar daar geen punt aangeteken was. En ons sien precies die selfde hier. Coach! Een punte op hierdie telbord, die 24 minute verstreke bijna in hierdie eerste helfte. Lucas, watch, hulle, watch, watch! Hier is dat! Die kant! EG Jansen besluit om daar te buiten hulle kortgebied uit. Was het die rechte besluit wel? Hulle sal so sê ja. Oh, dan omgekeerde besluit. Hier Michael Amiras, Amiras! Nou is daar een groot probleem. Hoekom sal hy wel hardloop uit die kortgebied uit? Marco van Staan wat hem nou kry na Botes. Hier na Botes toe, dit is Weideman wat ongelukkig daar die bal aanslaan. Wat is hier aan die gebeur? Gester te sê speel voort. Dat is Garen Morris nou daar aan die achterlijn. Nee, is te veel fouten. Nee, hoop, is te veel fouten, Johnny. Ek denk hulle moet kalmeer. Skop die bal uit, laat ons van die vaste facet af kan speel. Want dit is links en rechts en hier en daar. Al twee spannen. Wat nie, hulle kans gebruik hier. Wat het chillpol. Ja, nee, oké. Okay. Maar dis die ek nie, dis hulle. Ja, ek bedoel eindelijk hulle, ja. Hulle. Nee, ek denk hulle moet die, ek denk hulle moet die stiekem wat op Johannes smeer. Laat die bal in hand bly. Want ek sê nou vir jou, Johnny, die foute, as daar kyk, hanteer foute 8. Die Meltekaars kant in 1, jy gaan, dit is kommerwekkend. Square, kom, jy heeft my klein beetje voor. En kan ek jou iets sê van die 8 hanteer foute? Asseblief. Ek sal vir jou nou sê. Elke geleentheid van die 8 hanteer foute kon die punte aangeteken. Jy is recht. En dit is al 8, kan ek vir jou sê. Of 7-8 is in die 22 van EG Jansen. Nou praat jy die waar. EG Jansen nog een geleentheid, hulle sal nie weer hardloop nie. Dit kan ek jy verseker. Tien die wind in wat hierdie bal skop, gee werk hier achter vir Zak Boonzaaier. Boonzaaier, hy die wind saam met hom en hy gaan hy bal, gaan hy direct uitskop neer. Nee, is een fantastische skop. Is een fantastische skop. Wow. Allemaal het so gehuig, gehuig naar die kant toe en... So die wind, wat soos ek al daar is, gebiedsvoordeel, menende, is hulle thuisbeste, as ek het so kan stel. So die wind en die bal als gaan vir hulle werk. Maak die op. Ah, hierdie wester wat nog hier erg vlam gevat het nie, Dion Kutsie wat weer gaan ingooi hier. Hele spanne, vooral help mekaar om by klomp geleentede, en dan word ook daar in die lijn staan, dan help mekaar wat probeer om daar die bal af te neem, aanslaan dit help mekaar. Nog aanslaan, ek denk dat is nou al 9. Correct. Johnny, is te veel foute, te veel hanteer foute aan die kant van help mekaar. Ja, dit is 9 hanteer foute, wat help mekaar al
gegaan het. Ja, dat veroorzaakt niet dat die wedstrijd niet aan die gang kan komen. Daar is niet te veel van een hanteerfoute. Daar is wel flikkerings van wat ons kan verwachten in die wedstrijd, maar ons zien het nog niet. Zet! Maar goed, zeker dat ons spannen zo na elkaar is, wat het nog 0-0. Potgieter met die oorslaan aangee. Probeer zijn man ontwijk, goeie verdediging daar om die binnen, dis waar hy wil wees. Probeer alle man afstand, dan druk hy homself los. Goeie werk daar deur Dwayne Bloem. Nou, Gregory wat vastkoop in een van die mannen. Skoester wat lag aan terug. Ja, dis om het rukke en stoot op hierdie stadium. Ja, skop in sy eie man vast. Hoef my Johnny, hulle kom nie, hulle... Skop uit hulle gebied uit, hulle kom nie uit hulle gebied uit, die beide spanne. En dit kost vir hulle baie, ek moet sê, meer gebiedsgevoel as enig iets anders, want die helft mekaar, wat hulle self kan skop, wat soveel bal besit het, maar die hanteerfoute wat nie in hulle guns is nie. Crouch. Spraat daar so van gebiedsvoordeel. Kyk nie, daar help mekaar wat 60% geniet en 74% bal besit. Nog een geleentheid die vir help mekaar as Abotis. Hy fop aangee, kry sy heel achter Bonsaier. Bonsaier wat daar om die nek beet gekry, nog steeds Bonsaier. Tot binnen die kwartgebied wat hy nou vorder, dan is het van Stade waar hy klein kan gebruik gegeven vir Zander de Toei. De Toei rol homself daar los. Nou weer van Stade, oorweegt hy op sy in die blinde kant. Nou kry vir Quinten Geyser. Ook hierdie jaar wat die Gouwe Leeuws op 15 tal gehaal het, as het kom met die Kruivenweek spanne. Is dat hierdie tweede spanne. Daar is nog steeds help mekaar, hier is nou een perfecte geleentheid van hulle ompunte aan te teken. Daar is die doel in wat wink is van Staden om weer op te haal. Hy kry vir Botes, Botes in die achterlijn. Oh, hy is hier met die kaart wees. Het hy nie om afgeslaan nie, Johnny? Tylen Kotze, ek reken so. Was hier een klap nie? Skeitsraf sê, dit was nie een klap nie. Lemoenskul! Wel, sluit is gemaakt, kom ons kyk weer daarna. Oh, ek weet nie. Sy hande was in afwaartse posiesie gewees, die reel is reel, maar ja, nie ok, ons moet ook, sê jy, dit is alles gebeur so vinnig, Johnny, die scheidsrechter het nie. Kijk hier soos ons, ons kan het so ontleed soos ons wil, maar nee, ek dink, die oomlik vir die wedstrijd is een goeie besluit gewees. Focus nou, Jan! Wel, 30 minuten omtrent verstreek, en nog geen punt aangeteken nie. Kan nie dit oorvertel, maar geleentheid is daar. Om so bijna al vastkop, maar die skeidsrechter sê nee. Uit die bek uit. As mens hierdie eerste helft net so op hierdie stadium moet saamvat, hulle mens sê, daar is soveel geleenthede wat begin is aan help mekaar. Nie een van die geleenthede kon hulle gebruik nie. En hulle boer in die gebied hier van Ege Jans, en hulle kan nie wegkom met punte nie. Ja, goed, dan is het, dan moet ons ook seker sê, een goeie verdediging van die Ege Jans, maar, saai, hanteer foute. Sit! Maar hier is nou geleend vir die thuisspan, as hy ingevoer word in die skrum, opgeteld die helste man, de twee, en ai, jai, 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 jai. Draai om, boekies, kijk op! Hoekom sal jy wil foteer op so'n stadium, en waar jy jouself bevind? Ons kyk dan aan die kyk weer. Oké, soos kan gaan, nie so? Ja, nee, kyk hoe skram hy in, Johnny. Mooi gesien na door die scheidsrechter, Edwin. Baas nummer 1. Edwin Nel. Kijk, die scheidsrechter net van praat. Je moet in die kant is bij, je loop en draag het uit. Ja, nee, je loop om. Je bouder zwaai letterlijk uit. Hy sê van. Tikkie vinnig op lijf, Scott, tikkie vinnig op lijf, Mike. Ja, scheidsrechter. Praat mooi met die spelers. Nummer 1 het net uitgeloop. Goed sê, die mense, hulle soek aksie, die tromme wat beginne slaan daar aan die oorkant. Deur moet sê om gaan invoer en hier die lijn staan. 9 is achter, dit weet ons ook nou al, ken jy dit geloof? Kan hulle het nie op die Johnny. Ons ken hulle die lijn staan. Prachtig voor haar binnen toe gesnui hier. Prachtig weer Dylan Swart, dan soek hier die aansluiting. Die spanne oor aan die oorkant, dit is Dylan Kotze. Kotze met die aftrap binnenkant toe, nog steeds Kotze. Dan word hy groot toegebring, die man leen het daar, hulle soek een vinnige bal besit precies wat hulle kry. Mooie regheid gemaakt, nou door EG Jansen kan hulle die besit goed gebruik, Gregory met die aangee. Nou is het Kel Potgieter, Potgieter so bijna door die gaten, daar word so nonchalant afgestampt. Nou is die 8e man, Franco Enslin, Enslin, hy boender daarin.
Opties aan beide kanten voor Gregory. Soek die bal, hij soekt die bal, hij soekt die bal. Hij kreeg hem hier voor Brendan Dekker. Achter toe, Nathan en Kotze. Onder geweldige druk wat hij verkeer. Skeetsrechter, hij staan daar. Hij sê, nou moet hij los. Los vier sê, oh, als man wat daar oordik, dit moet een strafskop wees. Precies. Johnny, Jege Jansen wat nou die eerste keer in lang tijd in die 22 meter kom van, help mekaar, gaan hulle die punte vat? Hulle moet. Ek hoop so. Hulle moet. Moet ek, in geval, ek gaan die kegel opvat, ek gaan die opvatloop. Wat rare. Vat jy hem vir ons op. Ek, ja, daar is een hulle het my gewen. Daar is die sondebok Quintus Geyser. Ja, skeidsrechter vir hom gesê, los. Hy aangehou speel. Gaan ons die eerste punte sien van die wedstrijd, Johnny? Na 32, 33 minute. Ja, en kan die oomblik behoort aan Aurelio Philander. Die wijntje wat nou bietjie behoorlik waai, nie bietjie nie baie. Die wijntje die waai. Voor jou bokkie, is dit daai in? Prachtig, eerste punt van die wedstrijd. Baie mooi getref, Johnny, daar sê, dis 3-0. En die kant van Jege Jansen, 33 minute verstreek in hierdie wedstrijd. Dis min wat jy dit sien, maar ja, dit is 'n titaniese stryd. Ongelukkig hanteerfoute wat hier 7-4 so ver. Keer laat help mekaar nie al telke male agter die palen gaan kuier het nie, of selfs punt aangeteken het nie. Ja, in die tweede helfte gaan hulle self teen die wind bevind wat vir hulle 'n bietjie moeiliker gaan wees. Want ja, teen boot is wat weer spel begin. Backwards. Agtertoe. Het is daar aan die oorkant. Ja, daar is so minuut en half wat oorblij in die eerste helfte. Jege Jansen wat voorloop met 3 punte teenoor 0. Ja, het mekaar wat nou alsal wil doen om punte aan te teken, al is het net 3 punte. Jansen moet gebruik. Jan Kutsia. Oh, dat heeft me al prachtig. Gewen daar door help mekaar en nou beweeg hulle lekker voor toe. Werpen die binnen die voorspelers nog steeds beweeg hulle voor en toe. Dikkie rechtop, maar het nog steeds bal bezit. En die spelletjie wat grond toe gaan, maar nog steeds weer af mekaar met bal in die hand. Dis wat hulle wil hef, voor en toe geneem nou. Man wat daar omgetop word, as Marco van Staren om gaan uithaal naar Botes. Botes wat hy aangee, nou die jel achter, Boonsaier. Gaan net sy man vind hier, en dan krijg die linker veel besit. En besit hem dan klaar, die Andy, die top 3 drukker, 12-20-18. Dis sy 13e 3, hier is sy seisoen. Ja, dit is hoekom hy 3 druk, as para spoed. Johnny, ons het gepraat dat help mekaar nou moet punte aanteken. En wat het jy hom genoem? Andy? Dat is hy daai. Ja, want hy maak alles skoon skip. As ek het so stel. Hy het ook baie goeie hande natuurlijk. Ja, seker kom hy ook. Andy is. Wel gedaan daar so deur help mekaar. Hierdie keer het hulle geleentheid gebruik. Binne in 22 en daar. Duik hy oor vir 5 punte. Moontlike 7 wat volg. Aan palen toe. Ja, hij is windskief. Rechts voorbij. Ja, dit is die einde van hierdie eerste helfte. 5 punte teenoor 3. Eerste helfte wat gekenmerk is deur baie hanteerfoute, vooral aan die kant van die help mekaar. Maar weer kyk na hierdie 3. Zak Boonsaier en dan vind hy hier vir Andy en die Christian Besaidenhout. En hy druk sy 13e 3 in 2018. Alles om voor te speel hier in die tweede helfte. Telling baie na aan mekaar met 5 punte teenoor 3. Een lekker tweede helfte, winnende tweede helfte wat hier op ons wacht hier vanaf help mekaar college. 5 punte teenoor 3. Wie gaan hier in loef afsteek? Net tijd sal hier wel. Kom ons sluit eers aan by Rika Nieuwoud. Ek is op die veld hier so saam met Brandon Becker, die stut van Jege Jansen. Brandon, jy het meeste van die verdedigende werk gedoen.
Wel ja, die mannen doen net wat hulle moet. Dus kom van die lijn af, sit hulle op die achtervoet. En hulle kan nie gaan score vanaf hier. Hulle het nou net hier so aan die einde punt aangeteken. Sal dit vir julle belangrik wees om dadelijk terug te komen om ook punt aan te teken? Ja, definitief. Ons gaan net oor begin hier van die helft af. Gaan score word weer 0-0. Ons gaan hulle terugduik. Brandon, baie sterkte met die tweede helft. Hoop jy kan terugkom. Baie dankie. Wel, dit is Brandon Becker van EG Jansen. Net na die breek is dit die afskop amper van die tweede helft. Ja, baie welkom terug hier bij die tweede helft van hierdie wedstrijd Help Mekaar College. Met een skrale voorsprong van 5 punte teenoor 3, alles om voor te speel. In die tweede helft, wonderlijke atmosfeer wat nog steeds heers hier in die hartjie van Johannesburg. Het spel begin deur Tian Botus. Die wordt een lekker diefskop in elkaar gemaakt door Roan Swart, maar hy retireer achtertoe. Jason Gregory. Nou, Rilio Philander wat hy nodig gedoen, maak het seker dat hy die bal gaan uitskop en sy span bietjie verligting bring. Ja, baie goeie skop daar so deur Philander. En ek dink ons gaan meer van dit sien, Johnny, dat hulle die bal op die voet gaan sit. Ek het ook so vir Rika genoem tydens die breek dat die wind nou in hulle seile is, so ek gaan definitief verwag dat hulle die bal op die voet gaan jag. Van der Merwe, die bal wat gewend word in die lijn staan. En die teendrijf van EG Jansen wat kom, uitstekende teendrijf. Die man is een beetje hoog, maar toch help mekaar wat dinge bij mekaar maak. Eindelijk die spilletje wat groot toe gaan van Staden wat gaan optel na Botus. Botus, uitgewerkte beweging, uitstekende heel achter Bonsaier. Bonsaier as het hier geen kans voor hom nie. Word bij mekaar gemaakt in die middelveld hier Gerrin Morris. Richting verandering weer Botus. Je verdediging daar in die gezicht, Quintus Geyser, as die een kans vorm, die van Staden wat weer vinnig optel. En in die achterin af is linkerveel, daar Christian Besaidnout, hou maar gerust vir hom, dop, Andy. Weer vinnig opgetel hier, voorspelers wat nou die sagmaak proses begin, Brink Marks. Man, dat sy Anne daar op die bal, die skeidsregter sê, hy moet los. Hy het hom gemis. Al nog steeds uit hier, is meer, bietjie meer dringendheid hier bij jou op mekaar. Zak Bonsaier waar die contact maak in die middelveld. Heer Marco van Staden wat vinnig skoon maak. Tian Botus, loskakel. Nou is het al omgekeerde besit aan die kant van EG Jansen. Nou is goeie bal besit hier. As Gregor hem uithaal, skop vast in een van die help mekaar mannen, maar bij mekaar gemaak. Nou weer aan die kant van die help mekaar aan die klein kankie. Probeer daar een man afstand, weer weg wat hij doen, en dan die bal uit zijn uitgeruk. En dat is een goede oploop van spel daar, Johnny. Die mannen waar die bal liggen, bal ter hand hou. Het is goede werk op die grond als om die bal terug te winnen. Die kant van EG Jansen in die einde. Maar het gaan weer die ingooi wees vir help mekaar. Hulle wat die dringendheid bring in die tweede helft, bal in hand hou. Het is wat gaan nodig wees. Die eerste werk is gedoen daar door Michael Amiras. Hij is daar teen die kant waar hulle flankeer. Hy is bal toch baie mooi binnenspel. Van Staden om weer wat uithaal, maar dan sê hier vir sy voorspeler begin eerst met nog een sagmaakproses. Elk Skinner. Nog die fase, lekker rugby, lekker wat al sag gemaakt. Oh, dan ongelukkig hy aanslaan door Quintus Geyser. Ja, jy hoor die afrigter sê, nee man. Maar dat is een goeie opbouw daar so, Johnny, en dit is precies wat jy sien. Ek dink dit is deel van hulle wedstrijdplan om die bal by die voorspelers te hou, optel en drijf. Ongelukkig kon hy die bal by meester reen. Dit is aanslaan aan die kant van help mekaar. En EG Jansen met die bal ingooi. Seker ons kan sien dat hier een groot skop gaan volg, soos ons voel die wijntjie wat in die blaaie is van EG Jansen. Hij was baie goeie spel als we die help mekaar tot en met die aanslaan. Vastkop raak hier die help mekaar. Hier is groot moeilijkheid binnen te kan worden afgetrapt door Tian Botus. Hij het mannen hier langzaam om. Werkt met die benen nog steeds werken. Dat is een sterk man hier. Dan rol hij net om. Dus die eerste man Zander de Twee. Nou in die achterlijn af. Heel achter wat ook om handje bij sy die rechtervleel Skols. Als hy weer kom kans voor nie, die Hannes op die bal daar. Omgekeerde besit hier aan EG Jansen se kant. Dat is uitstekende verdediging onder die omstandighede. Nou moet Brein los sê.
Manne wat toe vind ik met terugval. Dylan Swart wat daar nog een fase probeer opstel. Teendrijf van Help Mekaar, die werkt niet. Met alleen blokkie. Met alleen blokkie, sê die skeidsrechter. Strafskop. Het is blokwerk is gedoen daar. Goeie verdediging deur. Help Mekaar. Dat is een obstructie wat gepleeg is. Vast, hulle vast. Sien ons baie meer dringendheid hierdie tweede helft. Baie meer is die hele eerste helft saam. En ek hou van wat ons sien. Ons kan nie daai lyn maak as ons nie gebind is, boys. Okay, as ons gebind is so en ons staan ons gebind in die rak, is dit fine. Okay, maar nou kry jy 'n obstruksie. Alright. Hulle kan nie daai defenders keer van af. Baie mooi verduideliking deur die skeidsregter Johan Nel. Jy moet gebind wees as jy wil uitkom om te keer dat hulle jou skopper. Planie. Vinnige tik skoppie geneem deur Help Mekaar. Wat ook baie dit probeer in die eerste helft. Nou wil hulle graag hy agterlyn wegsteek. Nee, hou dit hier onder die voorspelers. Goeie verdediging hier om die kante deur Franco Inslin onder andere. Maar nog steeds Help Mekaar met bal besit. Hulle sien doelen daar in die agtergrond met Marco van Stade wat nog steeds vir sy voorspelers sê werkom. Werkom en laat hom oor vir 'n 3. Uitstekende 3. 'N Voorspeler 3 behoort nie maar anders as Jean Engelbreg. Jean Engelbreg. Wat 'n mooi loopie deur hierdie groot seun. Die harde werk is gedoen deur die voorspelers en dan die voorspelers wat afrond. Baie goeie loopie. En daar gee se Help Mekaar geleentheid om nog 2 punte by te voeg. As ons sien daar die verdediging wat te hoog is daarso aan die kant van EG Jansen, ons sien na Roan Swart wat hoop hulle is te hoog as hy gaan nie onder hom in kan kom daar nie. En 'n baie goeie kragloopie deur Jan Engelbreg. So ver is hy punte 10, punte 10 oor 3 Tiaan Botus. Anlé, wil seker maak 'n jag hierdie in hierdie palle. Nee, ja, ek tref hom nie lekker nie. Is regs verby. Telling wat bly 10 punte teenoor 3, 41 minute verstreek in hierdie wedstryd en Help Mekaar wat die regte are speel en ook die bal besit geniet. Kyk daarso, die kyk weer van hierdie 3 voorspelers wat al die werk doen. Dit is so asof hierdie winkie ook nou gaan lê het. Hy is nie meer so sterk soos vroeër nie. Dit is nie goeie nuus vir EG Jansen nie. Presies. Philander het weer spel gaan begin. Aurelio Philander. Jy sien hulle vat water vir Wimpie, vat hom 2 bottels water, is hulle vol. Maak hulle vol. Die bal wat nie goed beheer word van die afskop af nie. Dit is asof iemand hier so by Help Mekaar die wind aan en af skakel. Want dis hulle veld, dis hulle balle wat reg op hulle. Dis die wind wat in hulle guns waai wanneer hulle wat se kant speel. Ja. Maar ek kan mos maar seker dit totaal is dit jou tuisveld is. Ja, dit is alles in jou guns, dis jou tuisveld, jou skare. Kyk net hoe lekker sing hulle. Ja, dis wonderlik. Uitstekende atmosfeer. Mis jy jou skool daar nou, Johnny? Wow. Mis jy jou skool daar? Nee, wat? Bye. Dis jammer. Jy was ek nie 'n lekker skool nie. Ek mis my skool. Dit was 'n lekker skool. Dit was 'n lekker skool. Ek mis dit hier vir my. Jason Gregory. Kry toch daar die bal weg, Karl Potgieter. Nou die rechterveld, Alan Kotse, Bres wat hy slaan. Tot binnen die kwart gebied wat hy vorder. Gregory wat sy troepen daar patrouleer, precies waar hy hulle wil hê. Bres geslaan deur Wesley Noot. Kry daar die bal baie mooi weg, dan gaan hy grond toe. Weer Gregory wat hom gaan optel. Dan gee hier na Inslin, Inslin werk maar hy bene, kry die bal weg, binnenkant toe. Nou die voorspelers van EG Jansen wat probeer om die gitaar hier te slaan as Jason Gregory hem weer uithaal. Gregory daar na Roan Swart. Als hij weer teerkom kan vir Roan Swart nie. Los, hy is op die bal nie. En die man los, hy is op die bal nie, sê die skeidsrechter. Nog steeds die voorspelers. En dan die binnencenter, Dylan Swart, so bijna is hy daar oor. Gregory gaan weer richting verander, na wie toe, niemand toe, nie Talen Kotse. Ongelukkig hy aanslaan, maar hy gaan terugkom vir die strafskop. Ja, ons het gesien hoe... Kom, kyk hier, Johnny. Tik skoppie. Ja, probeer die self te doen as wat Help Mekaar gedoen het. Daar gaan nie deurkom kans wees nie vir Garen Morris nie. Nog steeds die gevaar nog nie voorbij nie. Dat gaan! Oh, uitstekende 3 wees deur Dylan Swart. Ja, Dylan Swart, soos ons gesê het, die druk was net te veel vir Help Mekaar gewees. Die bal wat op vaart gevat is, voor voetbal, Johnny. As te meer... Kyk het hierdie kragman, is 'n 12 center wat lyk soos 'n slot. Hy is groot en sterk. En hy is vannacht, kyk net daar, die gaping gesien, die gaping gevat. Soos ek het hier nota gemaakt, Johnny, as EG Jansen bal in hand hou, lyk hulle baie gevaarlik.
Maar je kan duidelijk zien dat is baie hard gepraat tijdens rusttijd. Beide spannen wat hulle kansen baie beter gebruik. Ja, ons kyk hier so dat Philander geleentheid het om hierdie telling 10 elk te maak. Wat sy tyd. Staar na die pala, die pontie gebouw daar aan die achterkant. Tref hom goed, ja, is 2 punte bygevoeg in die telling. Telling is ook 10 punte. Elk 45 minuut verstreken in hierdie twee strijd. Ja, dat is een goede twee strijd hier in Oom. Behoort aan die man in beeld, Dylan Swart, waar hij stekende 3 aangetekende. Hy het nog baie werk gehad hier om te doen. Dan net so nonchalant in die gaping, rond hy af vir 5 punte. Oh, daar is een groot fout. Een groot fout wat begaan word. Direct word uitgeskop in die africhters wat hulle haar uit hulle of ja, hulle hande kop het. Ja wel, hande uit hulle hare uit hulle kop uit en dit is net soos daai wat is in die gat in die grond die groen gras groei daar. So tipe sê ding. Ja, hulle sê 'n goeie begrip het 'n halwe woord nodig, nie? Ja, of so 5 woorde. Maar Johnny, ons het gepraat oor afskoppe. En ongelukkig help mekaar wat op die agtervoet nou is, hulle het 'n geleentheid gehad om die spel te begin en direk uitskop. Is nie in hulle guns nie. Set. Nog een vastkop. Vastkop wat gehaak word, dis goeie bal besit vir Helpekaar. Skopie voor en toe, word achterna gesit. Van wie gaan hy rechts spring? Helpekaar op daar die bal. Hier is moeilijkheid as daar die bal weggekry word. Kan jy dit oor vertel? My hande is al in my hare, Johnny. Een vastkop, bal word geskop. Tel net die bal op. Aangee wat verbrou word, kan jy dit glo? Ongelukkig. Help mekaar wat daar so. Ons kyk daar so. Dit is Helpe. Het ook hom gespring. Ja, het op hom geval daar. Kyk net daar aan. Daar is een strafskop wat volgt daar. Ja, aandag wat gegeven word aan een van die spelers wat so'n beetje eina het daar. Ons kyk wat het hier gebeur. Kaptein. Val hy op die speler, kan hy dit doen nie, strafskop. Ja nee. Kyk net daar Angie. Wel, dit maak ook die saak mee nie, want dit is een strafskop nog voor die Angie uitgevoerd. Gaan op penalty teen jullie so wees, dan kan net op die spelers duik, waar die bal uit is. Kyk, so my het seer gekry. Is een van jullie spelers op die speler van duik. So wat is hy nou nie seer gekry? So nog steeds, want jy hoor wat is hy, het seer gekry. Maak saak, kyk hier op die duik. Die reel sê, kan nie op die speler duik nie, Johnny. Na die tyd. Nou die bal uitgegeer. Ja, dit is een groot nee daar, maar ja, dit is al wonderlik om te sien die atmosfeer wat heers hier by Helpmekaar College, fenomenaal, regtig waar. Daar is pikante hoedjies daar. Ek hou daarvan, ja. Enetjie kry. Ja, nee, kyk, hier is dit weer EG Jansen wat uit hulle gebied uit kan kom. Baie gelukkig, hulle self baie gelukkig, 8 daar. Die vastkop is nou 2 vastkoppe, Johnny. En ek moet sê, vir my het EG Jansen so ver die skrams oor heers. Maar die hakwerk wat nie veel van wense is nie. Daar is die nieuwies, soos ons het altijd genoemd geraak. Akshap, dit sit in die son. Die rasieleiers, die bal wat ingeslaan word, balbesit wat afgestaan word aan Helpmekaar College, nog een geleentheid hier vir hulle. En Staren sê daar vir sy voorspelers, stel vir my nog een fase daar op. Ek soek een beter balbesit, maar so steeds die voorspelers wat hier die kitaar probeer slaan, niks daarmee fout nie. Nummer 4 is Brink Max vir daar, wegbrek nog steeds Max. Weg van die bene, goeie balbesit hier vir die thuisspan. Nou sit Van Staden wat gaan optel na Botus, Botus in die achterlijn af, dit is Boonzaaier, Boonzaaier, soos een warmes door Botter, 5 punte. Jy kon nie beter woordebeskrywing gebruik het nie, Johnny. Die mens is dwars dier die Botter, uitstekende werk dier die heel achter van Helpmekaar, Jack Boonzaaier, wat gaan keir achter die paal, en dit het alles gekom van balbesit. Bal in die hand hou, kyk in die fantastische lijn wat hy daar hardloop.
iets om oor huis toe te skryf, Johnny. Sê, een vir my, een vir jou. Dus nou help mekaar wat achter die palen gekeur het. 15 punte, 10 oor 10, met die skop wat moet kom. Ek ja, so 50 minuten verstreken in die wedstrijd. Die skeidsrechter vraag, kan ek ook een beetje water kry? Wel, winter. Hij raak ook doors. Frans Weideman, wat nog niet geslagen het in een skop nie. 0 uit 2 hem. Zeker hy gaan hierdie ene deurjaag. Wel, hy behoor. Dat is het zo stel. Ja, ik ga het. Oké, ik moest het zeker nou gesê het nie, maar kom ons vertrouw, hy gaan hierdie ene. Ja, hij maakt zo, ik tref hem mooi en hij is tussen die palen. 17 punten, 10 over 10. Help mekaar wat voorloop. Baie rugby oor in hierdie helfte. Het is verdediger wat uit die lijn uit geskiet het en sodoende al gapend gemaakt het. Kijk nie die skare, Johnny. Ja, dat is regtig fenomenaal as Philander weer spel gaan begin van die middellijn af. Goed beheer daar hier Zander de Toei. Die achtste man, die bal wat in sy hand uitgespat word en omgekeerde besit hier vir EG Jansen. Emiel Welgemoed wat daar baie goed gedoen het. Nou probeer hy bal uitgrawe daar. Jason Gregory soek vinnige bal besit. Bal wat laat spring word. Dylan Swaars, Grimby weg. Na Kaal Potgieter. Goeie verdediging daar hier François Jansen van Vieren. Spelling op is op die grond. Hij zal met terugkomt voor die vaste sprong. Ja, hij bal wat die gaan uitkom nie. Schuitrecht, wat sê. Op mekaar. Schiet toch Jegi Jansen en hy bal kan doen. Maar kijk nie, die geest daar so. Onder help mekaar, Johnny. Die mannen is nou voorgehaal naar die. Hoor nie daar. Schuitrechter wat we spelen sê. Jy moet daar die schuitrechter probeer lol. Ja, ik hou daarvan, dit is ook een route om rugby te volgen, hè? Bye! Uit rechterwerk. Weer Gregory wat hem invoer. Die achterlijn af, hij aangee wat niet gaan werd hier. Oh, Franco Insel wat hem hier kon beheer nie. Nog een teerfoute wat volg. Dan links stijgen helemaal op. Nou, jylle paar plaasvervangers hier vir Dr. EG Jansen, die skrimskakel wat af is. Jason Gregory. Leslie Oktober wat in sy plek op is. Man, ons gaan nou begin strooi praat nie, okay? Game's rustig, soek nie die sal uit, goed in die vorige game. Right. Skuitere wil sê, nou tyd om strooi te praat, hè? Bye! Die skuitsrechters van vandag. Sit! Daar is nog een vastkop wat gehaak is, maar ik denk dat hij die bek van die scrum uitgekomen en hij zal alles voor het oor doen. Ja, hij kan blij zijn dat hij die bek uitgekomen. Zo amper kies is die derde vastkop van die dag geweest. En die kant van help mekaar. Maar daar was nog net twee geweest. Square. Kom aan, Dina, kom aan, Dina. De kant van die merk alsjeblieft. Kijk daar zo. Ik denk dat hij die scrum in je eie ingooien. Eke Jansen wat 9 ingooien en 2 verloor het. 81% en help mekaar op 75%. 3 en gooi en 1 verloor. 3 gewin en 1 verloor, is dat? Bye! Set! Ja, weer een goede scrum, Oktober. Dat is een strafskop voor help mekaar. Ja, die geest is hoog aan die kant van help mekaar. Die wind wat nou weer een beetje optel, three, en die knopje is weer gedraai. Dat is nou die windknopje. Ja, die bal wat uitgejaagd wordt. Hey, help mekaar wat nou een beetje meer bal moet uit, Johnny, om ze doen het druk op EG Jansen te plaas, want je voelt soos die wind wat nou waai, EG wat die in die tweede helft meer gebiedsvoerder het. Oh, daar bal recht het en neer. Ja. Lijn staan, skram. Gelukkig, daar is skeef. Hulle kies nou weer een lijn staan. Het is nou EG Jansen, hy het 'n keuse. Hy kan skram of lijn staan. Ek sou eerder 'n skram gevat as ek hulle is.
Kijk hier al eens zo, dus die lijn staan 77% voor Egie Jansen en 72% voor Helpmekaar. Wijsveel 8, lijn staan gewen voor Helpmekaar en 7 voor Egie Jansen. Brendan Pienaar nou met die ingooi in hierdie lijn staan. Hy vind sy springer sommer van meet af as Oktober skoonmaak. Botgieter in die achterlijn af. Hier is moeilijkheid, Gerrit Morris. Morris, hy kry die bal weg naar Philander. Philander, aftrap of 2, skop die voer en toe gewerk hier achter vir Boonzaaier. Dis moeilijkheid hierdie. Prachtig door Boonzaaier. Boonzaaier, nog steeds Boonzaaier. En dan Tylen Kotse wat kom red hier vir J.G. Jansen. Ook maar net. En dan die strafskop ook. Voor J.G. Jansen, voor de geneem, nou weer Leslie Oktober. Lekker woelige skrimskakel, hardloop af van zijn muur. Nou nog steeds die mannen wat voor het bedrijf, Dian Kutsie. Vinnig geskoonmaak werk door Leslie Oktober. Goeie werk met hy vrug sê dat hy op die veld gekomen. Dis die achtste man Franco Enslin. Curly is 13 los. Nou moet hulle los. Hulle los nie. Dis een strafskop voordeel vir EG Jansen. Weer fouteer. Hier help mekaar. Ja, ek bly eindelijk uit om teruggeroep. Want ek wil hê so EG Jansen moet die bal ver uitskop. Want daar hulle die wind in hulle seile, Johnny. Maar het wees jou net daar so die verdediging wat baie goed is aan help mekaar se kant. Ongelukkig net nie die bal, die speler gelos vir die bal. Probeer steel het nie. Ek tel so dat Philander hierdie bal wil uitjag so ver as wat hy kan. Uit ek in die 22 meter van help mekaar. Kijk nou daar. Speler het goed in 13. Franco Jansen van Vieren wat ongelukkig straks op afstand maak. Oh, daar ingooi in niemands land. Voordeel vir help mekaar. Weet nie wanneer gaan hierdie mannen leer, maar net een min. Kom ons kyk. Help mekaar weer. Lekker op die aanval is die buitencenter Jansen van Vieren. Maak die bal besit moeilik daar op die grond. Sesitter sê haas, niks daarmee fout nie, maar hy gaan nog steeds uitkom vir help mekaar. Se Marco van Staden, hier is onderskep, hier is moedelpunte, en dan laat val uit die bal, Dylan Schwartz. Ek het nog gedink, Dylan Schwartz gaan weer achter die palen van Keir, maar ongelukkig, vir hom en gelukkig vir help mekaar, die bal wat geval het. Kijk daar, bal mooi getas opgeklap. En daar was net een man, daar was geen mannen voor hom, is net die doellijn wat vir hom gewink het. Goeie verdediging daar weer uit mekaar. En is hier die doelen waar die bal uit sy hand het geslaan het? Nee, dit was nie as jy. Mooi gaan kyk, Johnny, dit was die speler wat van achteraf gekom het. Witling Koers. Ja. Baai! Sit! Sorry, mag, Roy. Goeie skram. Kan die skeisletter sê voor die tijd wat hulle gedruk het. Los, let's go, let's go. Nee, let's go. 16. Losie boys, gaan uitchat. Wat? Ek sal my nie oor vertel wat daar gesê is, maar nie te min. Help mekaar. Baie goeie skop. En dit was so even teen die wind gewees, die windjie wat oorgeblei het. Volgens my nou is dit hierdie keer EG Jansen wat nie hulle geleenthede gebruik nie, Johnny. En hierdie tweede helft is so ver. Slaan die spyker op die kop. EG Jansen se Brendan Pienaar wat hierdie bal gaan ingooi in die lijn staan. Vorige een was Oktober ingooi. Kan hy recht maak met hierdie een. Hy word rondgehaard op in die lijn staan. Goeie werk verrig door Enslin. Hy sluit hem aan by die achterlijn. Dis Roan Swart vorder een hele paar meter. Nou moet hulle los. Oktober wat skoon maak. Pienaar met die pres wat hy slaan. Hy kry die bal weg. Oh, is ongelukkig net Swartz wat hy daar die bal kon uitkry nie. Hy lyk gevaarlik aan die middelveld. Dis Dylan Swartz, hy was soek een vinnige bal. Richting verandering door Oktober, lang aangeheer door Philander. Kry die bal toch weg daar in die oorkant. Oh, my nek beet gekry daar. Tylen Kotse, skeisterter sê, speel voort. Bal wat dan spring word, maar hulle gaat allemaal terugkom vir die strafskop. Hy was baie goeie oploop van spel daar so door EG Jansen. Ons kyk geraal na die hoogvat. Ja, dit is om die nek en dit is gevaarlik. Kyk net gauw hier, Brendan Pienaar. Die mooie stampie man af. Hou die bal levendig.
Dit is wat ik wil zien van een man wat op je veld komt en een impact wil maken. Chris, hou voor mij. Hou gewoon vast, mannen. Hou gewoon vast. Relax, we zijn van jullie zo afgehaald. Ja, so 'n bietjie later hierdie wedstryd wat sy tol gaan eis, word hier 'n geweldige pas gespeel. Die manne wat al begin 'n kramp kry. Len Olivier, wat die manne langs die kant praat. Plus minus 10, 11. Stressvolle paar oomblikke wat oorbly in hierdie wedstryd. Dat is een Valentijnsdag oomblik ook daar gewees. Laat Valentijns oomblik. Kans back on. Groentes Geyser is weer terug op die veld vir Altmakaar. Lyk het my belangrike lijn staan hier vir EG Jansen. Baie belangrik dat as die springers vind. Hy gooi weer achter en kan jy dit oor vertel aan iemand wat een gezonde verstand het. Ai. Ek gooi hulle achter, Johnny. Ek gooi hulle achter. Die wind waai. Die wind waai. Gooi voor. Maak seker die kry bal. Kom ons speel vandaan. Kom help me, Spokke. Ek gaan nou oorstap dan aan Len Olivier toe. Net gauw van vrou, hoekom gooi julle achter as die wind so waai? Crouch! Wel geleerd het hier vir Altmakaar om weg te kom uit hulle gebied uit, maar ons in dou die vaste skrum van EG Jansen het tot dusver beïndruk. Ja nee, kyk, ons het gepraat van geleenthede, hierso is het nou EG Jansen wat weer een geleentheid gehad het. Lijn staan, 5 meter van die doellijn. En ongelukkig, die duibal gehou in hand nie. Vir die soveelste keer. Crouch! Bye! Set! Weer een goeie skrum, hy gaan toch uitkom vir Altmakaar, besluit om daar op die dag van hy vaste skrum af. Dalk moet hulle loskakel in een beter posiesie plaas hier. Precies wat gebeur. Hy bal wat aangeslaan word, ongedwonge fout achter door Tylen Kotse, ach, groot fout. Ja, hier is een van die ongedwonge foute wat jy nie wil begaan nie. Bye! Hier is nog een skram wat ingevoer geword. Help mekaar. Ach, hier is der skram aan, jy kan het 1.5 meter skram, dis ongelukkig. Achtste man, Zander de Twee, wat daar bij elkaar gemaakt wordt. Oh, zo is het tromme wat geslaan wordt. In die skare. Ek open daar daar so besleentje in die kant van EG Jansen. Hy is hier al so die man op die grond daar. Dian Kutsien. Daar is twee Dian Kutsien in hierdie span doen. Jaker. En die... Precies diezelfde. Precies diezelfde. Maar hulle geboortedatum verskil wel. Een is in 7 jaar gebore, die 28ste. Die een Dian moet sê die hakker, en die ander Dian moet sê is die 18e December gebore. Interessante feit daar. Baie interessant. Heel wat versterking is wat opgebring word. Die man met die nummer 21 op die rug is François Breitenbach, wat die daar sien. Hele paar veranderinge aan beide kante. Ons sal so laatste paar minute vir jy beskryf wie is die andere manne wat ook hulle verskeiding gemaakt het. En hier is baie lekker om te sien. Dis Skole Rugby op sy beste verseker beker 2018. Skare wat juig. Hy is een type van een Mexikaanse golf wat hulle probeer. Hy is opgebreek.
Skrum deur EG Jansen, weer een goede skrum daar van Jelp Mekaar se kant af, maar nou moet hulle ophou speel. Dus Oktober om uit te haal, so 'n bietjie achter die rug. Groot probleme, dit kan jy nie doen nie. Nou Jelp Mekaar met 'n omgekeerde besit en hier is moeilikheid. Nummer 18 op die rug is Niklas Jordaan. Daar is het weer toen kans van Niklas Jordaan nie. Vinnig opgetel deur Breitenbach. Weer achter die rug, weer een van die foute as hy reg gemaak word deur Weideman. Verder geneem, sy pas op die veld verskyn, nummer 21 is Breitenbach, kry daar die bal weg, hier spinte Frans Weideman, en ek dink dis leesie verby vir EG Jansen. Daar is een pracht loopie dier die manne van, help mekaar, dit is hoe jy saamspeel, dit is hoe mekaar help, Johnny. En weer eens, het is net druk wat toegepas is aan die kant van help mekaar, en EG Jansen wat nie keer ken nie, een stekende werk also, dier die jong man. Geef my water. Geef my folie, man. Nee, kyk, daar was een loopje en een half. As jy daar kyk, die harde werk is gedoen. Die skramskake wat op die veld gedoen het, het een bietjie spoed by gesit daar so. Dit is Frans van Breitenbach en kyk net daar. Stekende werk gedoen. Frans Weideman. Ik heb het op. Nee, gaan ongelukkig hier daar wees nie. Ja, daar is die man van die oomblik, Frans Weideman. Maar alles wat voor begin is, kyk dit die werk wat daar verrig word door Michael Amiras. Dan kry die man weg, nummer 21 op hierdie Frans van Breitenbach, wat het eindelijk vir Frans Weideman sê, hierheen is jou nik. Ja, ek wees jy net, hulle gebruik hulle geleenthede, Johnny, hulle kom in die rechte areas en dan kom punte daarvan. Kan nie daar die bal beheer van die afskot af nie. EG Jansen wat hem toch in die handen kry, nou by mekaar gemaakt hier Emiel Welgemoed. Bietjie achter die voordeel met Le Boer, potgieter. Jakkels draai wat daar gemaakt word dier Tillen Swartz. Bal wat recht opgehou word. Als Oktober had hem gaan uitgraven. Oktober onder geweldige druk. Goeie teendrijf. Hier help mekaar en die bal wat aangeslaan is. Ongelukkig daar door Frans van Schools. Frans van Oktober. Hy was daar onder die hele gewicht van een pak of twee. Help mekaar wat met die meer dringendheid speel hier die laatste paar minuten, Johnny. En jy kan sien, asof my EG Jansen se man se kop een bietjie hang. Gelykies is daar in die skat. Ek probeer uitdink, wat is dit? Nou help mekaar weer op die aanval, lang oorslaan aangee. Hierdie man het net so uitstekende wedstrijd gehad, Zak Boonzaaier, maar nou word daar oor die bal gedryf. Was hy daar aan kant, skeisterrechter sê, nee, bring hulle terug. Geen voordeel. Ons aanslaan van EG Jansen. En nou wat gaan vir help van Kar. Kom aan, selfde, sê dit vir sy gesê doorgee. Selfde, net vir dat dit. Ons baie tyd in die wedstrijd oor nie, Johnny, so is wat 1:30 is. Nou was nou geleentheid vir EG Jansen om te gaan druk het. EG Jansen wat net te min skiet goed in die einde het. Ek dink is die dringendheid wat die kant van help mekaar bietjie beter was. Tyd wat uitstadig maar seker uitloop by die manne van die panne. Jy het gesê? Ja, ek sê wat jy gesê het. Maar ja, help mekaar wat voorloop hier 22:10. Ja, hulle is nog nie klaar hier nou die achterlijn beweging af. Hoeslaan aangee uitgewerkte beweging. Deur Boonzaaier wat aansluit by die achterlijn. Skols, Skols, soek die aansluiting. Skols wat homself losrak en dan is hy uit. Goeie verdediging deur EG Jansen.
Water daai kant. Hey, julle uit die seën water daai kant weer vir Wimpie gaan. Weg is jy vir Wimpie een water. Ja, Brein en Pinaar het dan gou in die lyn staan. Hardloop man. Wat is bal wat afgeneem is in die lyn staan. Hardloop. Nou, dinge wat maar net nie wil vlot hier vir EG Jansen nie. Dis help mekaar. Amptelike speeltijd, soos jy daar kan sê, is iets van die verlede. Werk binne die bene, Michael Amiras. Goeie werk verrig vannacht vir sy span. Al die harde werk gedoen. En is nou die man in die achterlijn. Doonzaaier het die man aan die buitenkant. Jansen van Vieren, Jansen van Vieren. Trap binnen toe, Jansen van Vieren. So bijna daar oor die doellijn. Letterlijk centimeters voor die doellijn wat hy plat getrek word. Dan wys hy net so. Val nie vir die grapje nie. En dan laat hy nie oorkant, hy kan oor. Dit moet een drie wees. Ah nee, Madde van help elkaar. Hier die einde net soos laas week wat hulle 4-3 in 10 minuten gedruk het. Hier kom hulle weer deur. Punte word aangeteken in doodsnikke van hierdie wedstrijd. 27-10. Die skop wat moet volg. Die Marits wat daar oorgeduik het, oorgeboender het vir die drie. Kijk die goeie werk hier, heel achter. Zat Boonzaaier wat rarig goeie wedstrijd beleef het. Stekende werk. Hans Weideman nog nie een lekker dag met die skopskoen ervaar het nie. Maar nie te veel nodig gewees nie. Die telling wat 27-10 is. Wedstrijd wat so te sê verstreke is. Tref om. Ja, nee, kijk, hy is tussen hier die pale. 29-10. Hierdie wedstrijd wat iets van die verlede is. Uitstekende werk deur Help Mekaar College. Wat 7-4 met vaar, kijk net die skare, hoe hulle gaan mal. Ja, eerste keer wat hierdie spanne kragte meet teen mekaar, en vir die eerste keer wat Help Mekaar College vir EG Jansen klop. Wat een wedstrijd het ons nie gehad, en daar was hard gepraat in rusttijd, en jy kon gesien het, dat die manne van Help Mekaar uitgekom het met baie meer dringendheid as die span van EG Jansen wat nie hulle kansen gebruik het nie. Ja, Help Mekaar het wel meer foute gemaakt in die eerste helft, maar wys vir jou, dit is die spelers wat wil, die spelers wat die bal in hand hou, en ook die span wat die hongerste is om een wedstrijd te wen, wat op die einde van die dag ons sal deurtrek. Ja, wel gedaan aan Help Mekaar College met die telling van 29 punte teenoor 10.